Hallo mensen van mijn kanaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij weer de Sims doen, lekker weer ons eentje. Wacht. Hallo? Hallo, ik ben hier ingeland. Hallo? FPS counter, ben jij het? Ik ben het, FPS counter. Hallo FPS counter, wat doe jij hier? Ik ben er gestuurd. Oh, dat klinkt niet goed. Hey, is goed, dan ga ik weer verder met jouw vriendin. Ik wou je alleen even melden dat je een nieuwe PC moest gaan kopen, maar dit, wacht. Oh, ja, wat doe je linksboven in mijn beeld? Kan je even weggaan? Ik zit hier echt prima. Nee, maar even zonder geinen. Hallo, ik ben Bernd. Ja, hij is deze kerel hier. De bodybuilder. Hier, die gisteravond nog met zijn oma naar bed is geweest. Oh, die ligt er nog. Niks. Wacht even. Oh. Daar heb je me niks over verteld. Nee, serieus. Ik zou je even snel weer lichten, jongens. Even een kleine break. Nou, kijk, hier liggen ze gezellig met z'n allen. Ondertussen zien wij hier. En hoe gaat het met, ik vind dat we iets moeten doen met Stijn. Zoals jullie zien is Dennis ook een beetje verdrietig, dat begrijp ik ook wel. Waarom? Leuke dingen gaan doen vandaag. Ga hem bowlen? Nou, dat kan natuurlijk weer niet in deze game. Nee, tuurlijk niet. Maar ik zie wel dat jij de time of your life aan het... Oh, je vrouw is ook wakker. Alsjeblieft, een pianist? Van hoe oud is ze? Ik denk in de 70. Nee! Maar alsjeblieft, gooi haar gewoon weg. Wil je het uitmaken? Oh, je bent heel flirterig. Nou, even handen kussen, gepassioneerd zoenen. Are you kidding me? Aantrekking bekennen en dan sturen we eruit. Zo, en nu vragen om weg te gaan. Bernd, je maakt bewegingen die vrouw niet meer hoeft te doen op die leeftijd. Oké, zo. Nog even één keer de aantrekking bekennen en dan sturen we er gewoon uit. Nou is het klaar, zeggen we dan. Oh. Zo, ja, ze wordt er nu uitgestuurd. Zo. Het is de hoogste tijd. Bedankt voor het gezelschap. Tot de volgende keer. Hey. Oh, nee. Daar houden we je aan. Ik denk echt mevrouw gaat binnenkort bevallen. Vervelende smiecht. Ik denk, oké, wat we gaan doen is we gaan met Mr. Ultralord en Dennis. Waarom ben je verdrietig? Heel eenzaam. Ik ga maar even met mevrouw praten. Om advies vragen. Die woont er nu ook maar in. Ja, over problemen vragen. Leren kennen. Zo, dan heb je wel weer genoeg gedaan. En Jamie heeft me niet alle informatie gegeven. Ik ben hier vrijwel blind ingegooid. Ja, ik zie ook niet wat er gebeurt. Ik moet het... Het kan zijn dat jullie een commentary horen op iets wat helemaal niet waar is. Ik moet maar ervan uitgaan dat Jamie's informatie waar is. Ja, hij is alweer blij. Nou, hartstikke mooi. Weet je wat we doen? We gaan gewoon even gezellig... naar uitgerekende datum voor baby vragen. Doe maar even. Wat mij wou ze namelijk niet vertellen. 26 september om 10 uur precies. Nou, als het deze week al is, dan hebben we een probleem. Want ik ben hier helemaal niet op voorbereid. Ze hebben nou al slaapkamers erbij. Nee, ze gaat aan het werk. Oh. Ja, maar ik kan toch helemaal niet zwanger gaan werken, mens? Dat kan niet. Nou ja, waarom ook niet? Weet je wat we doen met meneertje Dennis Woutje? Jij gaat maar even een snipperdag aanvragen. Jij gaat gewoon even... we gaan even... een snipperdag nemen. Gewoon nemen. Maakt niet uit, alsof... Hij verdient toch niks met zijn... Met zijn klungelorganisatie. De baas van Dennis Woutje vindt het waarschijnlijk niet zo leuk dat hij als hij een dagje verzuimt. Nou, vooruit hè. Ga maar gewoon naar het werk doen. Kom wel goed. Ik denk ik regel nog wat voor je, maar als je baas het niet leuk vindt, dan niet. Oh, wat zit je eenzaam aan de eettafel, Bernd? Lekker naar je kopje. Nee, maar kijk, ik denk dat mijn geheime agentenorganisatie ook niet zo handig is. Meneer, ja... Marokko is ontploft. Je was er niet. Je had ik toch aangegeven? Ja, ik had het voor, ja.
Nou, jij gaat lekker joggen. Veel plezier. En wat ga ik doen? Goeie vraag. Wat ga ik doen? Als jij met je programmeur werk een keer niks gaat doen, dan komen we 12 euro tekort. Nou. Nou, weet je wat we doen? We gaan eens even een nieuwe computer kopen. Groepslolly, zeg maar. Groepslolly. We gaan eens even een computertje van 4000 euro. Zo. Kijk, als je dat geld nou eens zelf verdiend had, zou ik het zeggen terecht, maar... Nee joh, dat is allemaal nog geërfd van toen we de villa overnamen, joh, kom wel goed. Even kijken, wij gaan programmeren, wij gaan hacken, wij gaan het LlamaCorn live server gaan wij hacken. Hé, hey, jij zou joggen, weet je nog? Nee, Bent, dan ga je met het kind praten, kom op. Oh, ik moet met het kind praten. Nee, weet je wat, ik laat je lekker slapen vandaag, hè. Vandaag is je geluksdag, morgen niet meer. Oké, okay, wat ben je aan het hacken? Oh, dat ziet er heel intensief uit, oké. Okay. Heb jij al een schildersezel eigenlijk? Oh, waarom ben ik flirterig van hacken? Iets klopt hier niet. Iets klopt. Heb je flirterig van cijfers? Oh, error. Oh, wat ben je doen? Dat klinkt niet goed. Nee, dat komt niet goed. Oh. Je moet toch gelijk kapot? Ik zeg niks. Ik ga snel naar iemand anders. Iedereen slaapt. Nee, iedereen slaapt. En nu? Word jij maar wakker? Zo, ga jij maar plassen. Ja, leuk idee. Hoe gaat het ondertussen met het hacken? Gaat het al iets beter? Nee, nog steeds niet. Oké. Ik heb één taak en zelfs dat lukt me niet. Oh, dat is best teleurstellend. Ja. Stralend schoon. Nette Sims worden heel blij van schoon zijn. Oh ja, dat is waar. Ik had Mr. Ultra Lord. Ja. Oké, ik stel voor dat jij even gaat. Nee, niet gamen, jongen. Je gaat even eten. Oh, ik hoor een pling, maar ik zie niks. Oh, gamevaardigheid geleerd. Oh, dat wordt ook wel eens tijd. Jij gaat maar even een schilderij maken. Wacht even, til even die schildersezel op. En we gaan een schilderij maken dat ik aan het hacken ben. Dat vind ik nou een leuke. Is de overheid er vast ook mee eens. Zo. Jij gaat een schilderij met referentie maken. Een kleine, zo. Ik probeer mijn beeld te schetsen, het gaat helemaal mis. Zo, gaan we even een fotootje maken, zo. Naar iets van bed, van zo. Oh, dat ziet er heel verkeerd uit. Nou, vooruit. Ga even, doen we de camera iets omhoog. Er zit een majog op Counter-Strike tegen me te zeuren. Ja, lekker bezig. Oh. Ja, ik scroll het dus even wat anders. Ja. Dan zit ik ook maar wat te doen, hè? Ja, inderdaad. Mee eens. Oké, we gaan eens even kijken wat hij doet. Hij pakt zijn kwast er weer bij. Oh, Dennis is helemaal gespannen. Moeten we met Stijn wat gaan doen, Jen? Ja, dat gaan we doen. Zodra hij weer thuis is van het werk. Laten we hem gaan verdrinken. Nee, dat is niet leuk. Dat is nog niet leuk. Oh. Is de zelfmoordterrorist DLC ook al uitgebracht? Nee. Oh, ik dacht met momentele gebeurtenissen wel toepasselijk. Waarom ben ik heel flirterig, jongen? Het enige wat ik aan het doen is hacken. Op webserver? Nee, je zou hacken. Hallo? Nee, je zou hacken. Hij is opeens op het web aan het surfen. Hacken, LlamaCorn. Ik denk dat hij verliefd is op de een. Weet je wat? Je gaat maar even programmeren. Ga maar programmeren. Ga maar een plugin maken. Cijfertjes en lettertjes. Oh, kijk wat een mooie schilderij. Hoeveel ben ik waard? Nou, 189 euro, doen we. Sta op en verkoop hem. Oké, okay, je gaat een schilderij met een referentie. Deze keer een groot, want mijn ego is heel groot. Ik kan nu games maken. Oh, wacht even, dat maakt alles een stuk interessanter. Programmeren, game, wij gaan, oh nee, Sims voor altijd modificeren, dat is heel wat anders. Oh, ga jij mijn koffie zetten inderdaad. Ik heb 12 euro verdiend. Zo, alweer? Ja, jongen. Je loopt vooruit op de zaken. Kijken, wanneer is iedereen vrij? Nou, de volgende keer 13 euro en... Ja. Hij is om 3 uur vrij, dus dan stel ik voor de wacht. Met een krantenbaantje verdien je nog meer per dag.
Shaggart heeft de gamevaardigheid geleerd. Oh, nu pas? Ja, daar verbaas ik me ook over. Wie ben je aan het bellen, jongen? Die oma weer zeker, of... Oh, god. Ben je jong volwassen of wat heb je me gemaakt, trouwens? Iedereen is jong volwassen. Oh. Gaan we maar eens even joggen, zo. 50 jaar leeftijdsverschil moet tegenwoordig toch gewoon kunnen? Tegenwoordig kan alles maar. Of allemaal. Alles kan in de BCT-show. Alles kan je kop. Ja hoor. Oké, ze zijn allebei thuis. Ze hebben evenveel verdiend. En dat betekent dat we even lekker uitstapje gaan doen. Zonder Shaggart. Ja, zonder Shaggart. Nee. Nu ga je me meenemen. Oké, even kijken wat we gaan doen. We gaan eens even een mooi vriendinnetje voor jou regelen. Jij krijgt Elisa Pannenkoek. Oh, je moet plassen. Oh, doe dat maar eerst. Ho. Je moet natuurlijk geen flaten slaan bij je. Zeg alsjeblieft dat hier een toilet is. Oké, ja. Kun je niet samen naar de wc gaan? Is dat geen idee? Wat voor een bril heb ik op dan? Oh, ik heb natuurlijk nooit je sportkleding aangepast. Oh, dat is echt vreselijk. Even kijken, mensen. Nou, we zagen er echt boos over. Ja. Nee, volgens mij. Dan gaan we weer verder? Ja, maar ik ben alweer begonnen hoor. Oké. Okay. Ah, ja. Kijk, dit is nou een Dennis Wout op de wc. Met zijn broek nog aan. Oh, oké. Okay. Dit is nou een Cora op de wc. Met de broek nog aan. Dit ben nou ik die aan het trainen is. Met een lelijke outfit aan. Dit is nou Mr. Ultralord die aan het trainen is. Hij slaat bijna alles mis. Dit is nou Shaggart die aan het douchen wil. Hij wil gaan douchen. Hij wil douchen. Mag niet. Ik ga hem er waarschijnlijk onderuit trekken. Maar jij gaat met Elisa Pannenkoek praten, vrolijk of niet? Even kijken, waar zit je? Elisa Pannenkoek, waar zit je? Elisa Pannenkoek. Annemaria Pannenkoek. Ik ga eens even zoeken hoor. Mensen, we hebben even wat dingen besproken. Alf, dat is hartstikke serieus, maar we zijn er weer. Jij gaat dus even lekker... Even lekker met Elisa even gezellig doen. Elisa. Annemaria Elisa. Annemaria Koekoek. Waarom kan ik niet op haar klikken? Ik wil op Elisa Pannenkoek klikken. Ga trainen. Dennis, Wout moet trainen. Ga zit. Hij weigert het. Ja, hij doet niks. Doe iets. Doe iets. Hij wil in het algemeen gewoon met niemand praten. Oké. Okay. Of met toetsen. Oh, jongen, mijn klikding werkt niet. Oké. Ja, hij doet het. Vieze grap vertellen. Nou. Wij zijn terug naar de technische... Ja, ik heb heel veel technische storingen vandaag. We gaan gewoon twee achter elkaar opnemen trouwens, als je het ook wil. Ja, ik moet eigenlijk... Om 7:45 moet ik wel even stoppen, denk ik. Oh, 7:45 redden we wel, joh. Ja, nog een kwartier. Ja, nee, 2 minuten. Ja, oké. Okay. Oké, dan gaan we nog even enthousiast over vruchtencake en dan gaan we er zo weer... Aan het bevallen? Nee! Wacht wat? Je zit in de sportclub, Bernd. Heb jij hier een procedure voor? Ik neem aan van wel. Mijn vrouw is aan het bevallen. Je hebt hier natuurlijk... Ik heb 3 uur, oké, snel, ga naar huis. Behalve jij Dennis, wou jij maar blijven. Dan ga je met Elisa pancakes praten. Jongen. Ga naar huis als een gek. Mensen, willen jullie weten hoe het afgaat? Afloop, ga dan nu kijken naar de volgende aflevering.